allemaal, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie 10 tips om beter te springen. Tip 1. Nou, wat de eerste tip is, is dat je heel kritisch op jezelf moet zijn. En wat ik daarmee bedoel is dat je dus echt op het midden van de sprong aanrijdt. En dat je niet... Stel, want sommige paarden hebben een neiging om op de sprong iets, een afwijking naar rechts of naar links te hebben. En het is in een parcours en ook gewoon als je een enkele hindernis neemt, heel erg belangrijk dat je recht over de hindernis heen gaat. Dus je gaat gewoon springen en dat hoeft helemaal niet hoog te zijn als je gaat trainen. Maar dan spring je dus over het midden. En bij deze balk is dat vrij makkelijk, want hier kun je dus echt zorgen dat je paard een beetje hier over het bruine heen springt. En heeft je paard nu iets afwijking naar rechts toe, dan ga je gewoon nog een keertje. Alleen dan weet je dat je je rechterbeen eraan moet houden, omdat hij dus afwijking had. En wees dus heel kritisch op jezelf, totdat je paard hier goed recht overheen gaat. Soms vinden paarden het lastig om voor een hindernis goed uit te komen. En als dat nou een paar keer fout is gegaan, dan kun je dat een beetje je paard helpen door middel van drapbalken ervoor. Dus ik zal het nu even laten zien. Ik stel, je doet dan ongeveer hier een bal. Meet het nu eventjes niet uit. Maar dat je paard heeft ongeveer een galopsprong van 3 à 3,5 meter. Dus zeg maar zoiets. En dat je dan dus je paard begeleidt om zeg maar eerst hier een sprong. En dat hij dan mooi uitkomt boven de volgende sprong. En zo kun je je paard dus trainen door als je ook meerdere balken ervoor legt. Om in een constante galopsprong. En dan help je hem dus met uitkomen. Dat hij goed ook voor de hindernis uitkomt. En dan kun je zelf ook leren schakelen. Nou, wat natuurlijk voordat je gaat springen heel erg belangrijk is, is de warming up. En de warming up, in je warming up moet je goed veel overgangen rijden. Zodat je je paard concentratie tussen de ruiter en het paard creëert. En dat je ook bij het paard balans creëert. En zo zorg je er dus voor dat het paard op jou let. En dat is heel veel fijner met springen. Dus doe een goede warming-up met veel volten, zodat ze soepel worden en veel overgangen. Wat springen heel erg belangrijk is dat je goed recht op de hindernis aankomt. Hè. Dus wat je kan doen, je kunt al laag beginnen. In het begin is het belangrijk dat je goed vanuit de rechte lijnen komt. En dat je ook haakse bocht rijdt. En dat je niet zo half zo uit zo'n bocht en ook in een bocht eroverheen springt. Maar kom gewoon in goede rechte lijnen aan voor de hindernis. En maak wat haakse bochten. Zo leer je je paard om goed bij die hindernis te komen. Wat ook heel belangrijk is, wat ik net ook al een beetje zei, is dat je paard dus heel goed uitkomt. En als je nou zelf thuis gaat trainen en gaat springen of op de manege of zo, en je mag een keer hindernissen neerzetten, dan kun je die afstand goed bepalen. En hoe doe je dat nou? Nou kijk, ik zal het jullie uitleggen. Zoals ik al zei, heeft een paard, pony, ongeveer 3 à 3,5 per meter per galopsprong. Bij Mo doe ik meestal 3 meter per galopsprong. En wat ik dan doe, stel hier is de hoefslag. Dan ga ik dus stappen zetten en dan doe ik zo 1, 2, 3. En als je ziet, kom ik er nu te dicht op, want hoe bereken je nou of je er te dicht op komt? Stel deze hindernis, ik zeg maar wat is 60, 70 centimeter. Dan zet je paard ook zeg maar 60, 70 centimeter voor de sprong zet hij af. Dus de sprong is zo breed, zo hoog. Dan zal je paard ook ongeveer hier afzetten. Dus dan moet je ook eigenlijk vanaf hier, zeg maar 1, 2, 3. En eventueel iets grotere passen, maar dat hangt eraf vanaf je paard. En hij landt dan ook weer 70 centimeter ongeveer na de sprong. Als jouw sprong 70 centimeter hoog is. Dus wat ik vaak doe als ik hindernissen ga neerzetten, omdat ik ga natuurlijk niet bij elke hoogte die ik spring de hindernis weer verplaatsen. Wat ik vaak doe is ik trek 3 meter uit voor de afzet, de sprong en de landing. Dus dan doe ik net zoals mijn 3 meter voor de stappen. Zet ik dus ernaast. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ongeveer. Dan ging ik iets eerder mee. En dan dit zie ik als landing. En dan ga ik weer verder. 1, 2, 3. En dan eventueel nog een hindernis. Maar zo reken ik dat dus uit. Wat bij springen altijd heel erg belangrijk is, is dat het vertrouwen van het paard op jou en jij op je paard vertrouwen, is veel belangrijker dan de hoogte in de trainingen. Want je kunt wel iedere keer 90 centimeter een meter gaan springen,
Maar het vertrouwen tussen en de samenwerking is veel belangrijker. En stel je paard maakt een paar keer een fout op 80 centimeter, 90 centimeter. Ga dan terug naar een hoogte van 40 of zo. En zorg dat je paard vertrouwen krijgt en dat hij jou aanvoelt en dat jij hem aanvoelt. Want het heeft ook geen zin om constant hoger, hoger, hoger. Want je maakt je paard er misschien alleen maar kapot mee als je alleen maar heel hoog gaat springen. En natuurlijk moet je een keertje tijdens je training de hoogte springen die je op parcours ook moet. Want je kunt niet alleen maar tijdens de training in 30 en dan ineens op parcours aankomen. Oh shit, ik moet in één keer 80, 90 springen. Dat kan natuurlijk niet. Maar je hoeft niet de hele tijd te trainen op 90. Het is voor het paard ook belangrijk dat hij techniek krijgt. En die techniek, die leer je een paard veel beter op een hoogte van 50, 60 dan op een hoogte van 1 meter. Want alle topruiters die rijden ook niet iedere dag op 1,30, 1,40. Wat ik dus altijd heel erg fijn vind, is dat eigenlijk bijna al mijn wedstrijden gefilmd worden. Dat ik film ze dus ook voor jullie voor op YouTube te zetten, zodat jullie ook mijn wedstrijden kunnen volgen. Maar ik vind het zelf ook heel erg fijn dat ze allemaal gefilmd worden, want daardoor kan ik ze namelijk terugkijken. En dat is ook een hele handige tip, dus als jij gaat trainen of zelf wedstrijden hebt, neem iemand mee die het kan filmen, want dan kun je achteraf kijken wat zijn mijn verbeterpunten. En dat kun je dus meenemen in een training. En ik heb zelfs wel eens vaker als Moe dan een keer een balk aftikt en ik zie die video dan terug, dan denk ik, ah, stom van mij, ik heb die fout gemaakt. Oké, daar ga ik de volgende keer op letten en dan ga ik in training ook oefenen. Zoals die wedstrijd bij één keer bij Putten, waar ik morgen toevallig ook weer wedstrijd heb. Daar zag ik dat Mode het in de verkeerde galop landde. En daarna heb ik dat in een training heel erg meegenomen. En die keer daarna ging het echt heel erg goed. En heb ik ook echt een super fijne wedstrijd gereden. Dat was ook de eerste keer dat ik in de prijzen viel toen. Dus als je het filmt kun je precies zien waar jouw verbeterpunten liggen. Wat heel vaak gebeurt voor de hindernis en vooral bij mij. En jullie geven me ook heel vaak de tips op onder bij de reacties. En ik snap dat ook heel erg, maar dat is best wel moeilijk. En dat is ook echt een puntje die ik iedere training meeneem. Maar dat is namelijk dat Mojito voor de hindernis snel gaat. Hij gaat dus zodra hij eigenlijk ongeveer 10 meter voor de hindernis is, gaat hij in één keer gaat hij heel hard op die hindernis af. Omdat hij het gewoon ontzettend leuk vindt. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want het paard komt er niet goed uit. En daardoor vergroot je de kans dus dat er balken afgegooid worden. Of dat een paard een weigering heeft. En wat er eigenlijk wel moet gebeuren is dat het paard... Sommige paarden komen heel sloom op die hindernis af. En je maakt het paard dus enthousiast door de activiteit in de gang op te voeren en niet de snelheid. Want als ze te snel gaan, zoals Mojito dus soms doet, dat is niet helemaal de bedoeling. Maar je moet dus de actie in de galopsprongen, die kun je wel wat opvoeren. En dan komt het paard dus ook mooi uit voor die hindernis. En dat is ook wel een dingetje waar ik heel hard mee aan het trainen ben met Mojito. Maar ik vind het zelf super lastig en ik denk dat wel meer van jullie daar ook moeite mee zullen hebben. Ik zie ook op heel veel wedstrijden dat paarden wel eens gewoon zo pjong, heel hard op die hindernis afgaan. En dan denk ik, oh, ik weet precies wat jullie er staan. Want het is zo moeilijk om dat eruit te krijgen. Want Mojito vindt het gewoon zo ontzettend leuk. Maar het gaat gelukkig al een stuk beter tussen Mo en mij. Maar je moet dus de activiteit in de gang opvoeren en niet de snelheid. Eén ding wat echt ontzettend belangrijk is dat gaat nog veel te vaak fout, is dat ruiters vlak voor de hindernis hun hulpen gaan veranderen. Dus dan komen ze aangalopperen en dan wil het paard graag naar de sprong toe en dan gaan ze toch nog ineens trekken of andere hulpen geven ofzo. En dat is echt heel erg fout, want dat kan niet, want wat het namelijk zo is, een paard die komt van ver af, die ziet die hindernis van ver af, want dan weet hij al dat die hindernis daar is. Want hoe dichterbij ze komen, hoe minder scherp ze die hindernis kunnen zien. Dus het heeft geen zin om 2-3 meter voor die hindernis of 2-3 galopsprongen voor die hindernis nog te gaan trekken. Want ze zien die hindernis dan niet meer scherp. Dus dat voorkomt alleen maar, dat zorgt alleen maar voor stops of voor weigeringen of voor balken. Dus het heeft totaal geen zin om te gaan trekken of zo nog voor de hindernis. Dus heb gewoon een constante hulp die je erbij houdt en dan tot de hindernis. En als het een keer fout gaat, als het paard een keer hard gaat, kan je hem beter zichzelf laten redden dan dat jij gaat lopen trekken. Want het paard kan zich vaak zelf redden omdat ze die hindernissen zo lang hebben gezien. Ja, ik heb het natuurlijk de hele tijd ook al een beetje over controle. Maar hoe kun je nou eigenlijk zorgen dat die controle een beetje, dat je daarmee kan oefenen? Nou, zoals ik al zei, bij de warming-up veel overgangen rijden, dat het paard dus goed op jou geconcentreerd is en veel volt is. En wat kun je nou doen als jij al heel ver voor de hindernis, het kan alleen tijdens trainingen natuurlijk, heel ver voor de hindernis al door hebt dat je paard hard wil gaan, rij dan daar een volte en desnoods rij die volte 2, 3, 5 keer totdat het paard rustig is en rij dan op de hindernis af, niet vlak voor de hindernissen volgens rijden, want dan leer je je paard dus weigeren.
En desnoods kun je je paard ook een keertje ver voor de hindernis stilzetten. En dan weer door of na de hindernis, zodra je er overheen gesprongen bent, een vol te rijden of hem daar stilzetten. Zo leer je dus je paard om gewoon rustig te blijven. Want Mojito die trekt soms nog heel erg naar die hindernis toe. Dan is hij of zo bang of die hindernis naar hem toe komt of dat die hindernis wegrent of zoiets. Zo voelt hij zich soms dan. Dus ik rijd wel zo vol te ver voor de hindernis dat hij er gewoon relaxed op afgaat. Jullie deze video leuk vonden en er wat aan gehad hebben. Ik ben nu lekker bezig met Mo aan het vlechten, want ik heb namelijk morgen een wedstrijd waar ik heel erg veel zin in heb. En ook springen, dus ik ga deze tips die ik net zelf verteld heb natuurlijk allemaal meenemen in mijn wedstrijd. En wil jij nou mijn laatste springwedstrijd zien, check dan even deze video. Of wil jij nog veel meer video's zien, check dan even deze afspraak. En vergeet ook niet deze video een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!